Dames en heren, kijk eens wie daar loopt. Hey, de Peace Collectie. Hoe is het? Goed. Alles goed? Hoe heet je? Deanna. Deanna, krijg je knuffel? Hey. Ik zat hier koffie te drinken daar zo. En in één keer, ik zie iemand met Peace niet te missen. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Noël. Hey, Matje! Hey. Dat is lang geleden. Echt hè? Kennen jullie me nog van de vlog, jongens? Hey! Hey, maar! Ja, leuk dat je er weer bent, bro. Ja, ik vind het gezellig. Welkom, welkom. Dat ziet er allemaal weer goed uit. Oh, ups. Ja, hij is blij met me. Enzo vindt het leuk. Nee joh, keihard. Wij moeten van die blauwe rokken. Nee. Ziet? Jawel, van de... nee. Bro, wij gaan iets anders rokken vandaag. We gaan de lucht in. Hey, wat je wel zin. Ja. Ga ook de lucht in. Bro, dit wordt keihard. Bro, ik ga het je laten zien. Loop maar naar de keuken. Kasten? Oké. Okay. Ja, we zijn aan het verhuizen. Echt lang niet, hè? We zijn aan het verhuizen. Oh, bro, kijk wat ik heb klaar liggen. Wauw. Hoe hard is dit? Oh, je hebt zijn naam gegeven. Ja, bro. Zo lief. Kijk, ik ga je laten zien. De mensen hebben dit ook nog niet gezien. Dus dames en heren, ik kom me niet inhouden. Ik heb 3 vliegtuigjes gekocht om te gaan oefenen en om er beter in te worden. En ik weet dat Noël zo gek is op vliegtuigen dat ik dacht, ja, ik moet hem erbij betrekken. Yes. Dus ik vroeg aan Noël, heb je tijd morgen? Want dan gaan we echt iets vets doen. Dus wat ik hier heb, dames en heren. We hebben hier Devil. Ja, dus daar hoort natuurlijk ook deze afstandsbediening bij. He, dus deze hoort bij Devil. Dus je mag zelf even nadenken welke je wil vliegen. Dan hebben we ook nog Angel. Ja, Angel, die is wat makkelijker te vliegen. Ja, want die is gewoon lief, Angel. En dan hebben we natuurlijk een vliegtuigje en die heet Knolpower. Die kan natuurlijk niet missen, dames en heren. Dus deze heet Knolpower, juist. Dus, Knolpower, Angel en Devil. Dat zijn de 3 vliegtuigjes waar we mee gaan vliegen. Wauw, zin in. Ja, toch? Zin in, nou. Heb je al eens een keer gevlogen met zoietje? Niet met deze, want ik had een andere en die was meer een soort van gevechtsvliegtuig. Meer een soort van F-16 of zo, hoe heet dat? F-16, dat was meer een beetje, zeg maar, het vliegtuig hoe die eruit zag qua bouw. Dit is meer een beetje zo'n rondvaartvliegtuig. Zo'n Cessna. Die gewoon Cessna? Cessna. Okay. Komt die nu in beeld? Wow. Is dat een Cessna? Ja, een soort van. Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Dus hier gaan we mee vliegen en volgens mij kunnen we hier een beetje mooi mee toeren. Dus ik heb de zoomlens ook mee, dus daar krijgen jullie wat beelden van te zien sowieso. En ik neem sowieso ook de drone mee, zodat we wat vette drone shots kunnen maken voor de vlog. Nice. En cameraman nog wel. Hey. Dus dat gaat super tof worden. Dus ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus deze vliegtuigjes nemen we mee. Ik heb ook een powerbank mee. Dus stel voor een batterij is leeg, kunnen we die via de powerbank opladen. Voorbereid! Oh ja, ik heb alle 3 de batterijen al volledig opgeladen. Dit wordt keihard, dames en heren. Hebben jullie er zin in? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan gaan we sowieso genieten. Dat wordt echt heel leuk. Oh. Hey, maatje! TikTok. Zag je me? Wow, yo, keihard bro. Zag je hem op TikTok? Ik zag je ook eens op TikTok. Yo, Virginio, alles goed? Hey, dat is een tijdje geleden hè, dat we elkaar hebben gezien. Krijg knuffel? Ja, altijd mijn knuffel geven, hè? Ook wel. Alles goed? Voor de hele fijne dag. Dat is zo'n gelblaster. Alles goed? Dat is een tijdje geleden. Zo echt, hè? Hoe is het? Alles goed? Jill. Yo, Jill, alles goed? Geen mijn knuffel, jongen. Nee. Dat is een tijdje geleden. Nou, we gaan weer lekker chaos hebben. De kinderen zijn erbij, Sheet, Samantha, Noël. We gaan de tassen inpakken en dan gaan we lekker naar buiten. Dan gaan we lekker buiten spelen. Kijk deze man. Heb je mijn mutsie op? Zit hij lekker? Ja, lekker warm. Staat echt leuk. Ja, hij staat super schattig. Ja. Is hij lekker, ja? Hij is zo zenuwachtig vandaag. Hij praat even. Ik ben zenuwachtig, hè? Van de camera word je zenuwachtig. Want hij staat net alleen maar tegen mij te lullen. En dan ga je de camera aan, dan ga je in één keer niet doen. Dit is de microfoon, oké? Okay? Mijn naam is Miron, weet jij? Vind je het leuk om met onze pad te zijn? Nee. Vind je het leuk om met onze pad te zijn? Uitstappen. Nee. Waarom vind je het leuk om met ons weg te zijn dan? Stom niet. Is dat stom? Ja. We gaan straks toch met de crossen rijden? Nee. Vind je dat ook niet leuk? Jawel. Nou. Lekker. En we gaan naar de nieuwe woning kijken, hè? Nee. Hele gekke vraag. Nou, dan hou ik je hand maar vast, zo.
Ja, hele gekke vibe. Ja. Luciano is echt een beetje zenuwachtig of zo. Ik weet ook niet waarom. Niet. Ja, hij is echt een beetje zenuwachtig. Een beetje gekke vibe. Ja, Luciano wordt natuurlijk ook elke keer met de dag ouder. En Luciano begint ook een beetje, denk ik, steeds meer door te krijgen. Zo. Bewust te zijn wat hij doet. Ja, hij denkt ook gewoon... Shit, ik moet normaal doen. Ik heb een filter. Ja. Maar kinderen hebben meestal geen filter, hè? Ik heb ook gewoon imago. Ik moet even rustig aan doen. Influencer. Ja, wel schattig hoor. Je merkt echt dat Luciano ouder wordt. Het is wel echt super lief. Kom maar hoor, gangster. Hoe oud ben jij? 5. Hoezo doe je dan 4? Hoe oud ben jij? 5. Wat is dat? Laat eens zien. 5. Nee, dit is 5. Je moet zo doen. 5, niet zo. Je doet ook echt zo. Niet zo, maar zo. Doe maar, zeg maar 5. Maar geef me eens een high five. Nee. Geef ze me zo een high five. Geef me eens een high five. Wat doe jij allemaal, jongen? Hey, ben je helemaal zenuwachtig en alles? Moet ik jou even kietelen? Nee. Moet ik jou even kietelen? Nee. Moet ik jou even kietelen? Nee. Gaan we vliegtuig vliegen? Nee. Nee? Ga jij met de crossen rijden? Nee. Periode dat hij alleen maar nee zegt. Ja, zeg alleen maar nee, nee, nee. Hè, 4-jarige? Nee. Vind je dat leuk? Wel. Noël. Nou goed, we gaan de tassen meenemen. En dan gaan we hier bij de vliegbasis Soesterberg. Is klaar. Gaan we eens even lekker vliegen. Doei. Oh, hij gaat in de bosjes. Dat zou ik toch nooit doen. Ik wil ook kinderen. Nee. Nee? Nee. Nee. Hij heeft ook echt oranje haren gekregen. Ja, pas bij de herfst. Ja, hè? Zo schat. Pas op, joh, gek. Wat doe jij? Ben je er klaar voor, Luciano? Ja. Niet te gek, hè? Hou goed vast. Hé, hey, daar gaat hij. Ja! Hij vindt het helemaal geweldig. Wow, joh. Kijk hem eens genieten. Oei! Oh, hé, hey, daar gaat hij. Hey. Vasthouden. Hey, vasthouden. Stoppen? Ja. Oh, kom maar. Vond het niet leuk? Ga je hem terugbrengen naar dat meisje? Dan kan het meisje weer. Ga hem terugbrengen. Zo mooi, we liepen hierheen. Hij zei, ik wil dat doen. Dat vind ik leuk. En nu wil hij toch maar stoppen. Ging toch een beetje te hard. Geniaal. Het is echt een mooi plekje dit hier zo. Vliegbasis bij Soesterberg. Alle ruimte. Lekker hoor. Hey, ga jij de vliegtuigjes die we vliegen koppen of zo? Wat doe je met die helm hier? Van Luciano, oh, voor het crossen. Dit is zo geniaal. Kijk dan. Kom even je helm halen. Hij kan dat gewoon helemaal alleen, hè? Dat is zo sick. Pitstop. Kijk dan. Even een pitstop bij je broer. Gruwelijk. Dat fietsje is zo cool. Ja. Ga je fietsen? Kijk hem dan. Dit is zo vet. Hij kan het echt goed, hé. Maar kan hij ook al fietsen met gewoon trappers? Nee, dat nog niet. Maar dit wel. Kijk hem. Dit is echt geniaal. Hey, dat gaat goed, hé. Zoals jullie waarschijnlijk wel horen, er is veel te veel wind hier. Dat is echt ongelooflijk. Echt veel te veel wind. Dus dit is helemaal geen goede locatie op het moment. Dus we gaan even verhuizen naar een betere locatie. We zijn nu eventjes bij de nieuwe woning. Omdat we Myron even een rondleiding gaat geven aan Shahid en Samantha en de kids en zo. Behalve Gino, die staat hier bij mij te chillen. Maar goed, je hoort het misschien al een beetje op de achtergrond. Je hoort de bladeren zo heen en weer gaan door de wind. Ook hier in de achtertuin waait het wel redelijk. Alsnog ga ik het eventjes proberen om met het vliegtuigje de lucht in te gaan. Het zijn echt, echt vette vliegtuigjes. Ik ben heel, heel erg benieuwd hoe Knolpower gaat vliegen. Oké, dames en heren, we gaan het proberen. Ik ga eventjes de accu erin doen. En dan gaan we de eerste hopelijke vliegminuten maken. En dit is het accuutje, dames en heren. Kijk hoe super klein. Dus die gaan we even hier erachterin doen. Dan gaan we hem dicht doen. Ja, en dan hopelijk gaat hij vliegen. Komen we maar op één manier achter. En dat is gewoon testen. Ik ben zo benieuwd of het gaat lukken, jou. Ik ben echt benieuwd. Ik heb geen idee. Dit zijn dus andere soorten vliegtuigen dan die ik eerst had. Wow! Wow! Oh, kijk hoe vliegen! Wow! Wow! Hoppa! Kijk dan! Woe! Holy shit, hoe vet was dat? De eerste vliegminuten zijn gemaakt, let's go! Oh, ik moet even kijken hoe mooi die in de boom ligt. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even kijken hoe mooi die in de boom ligt. En dan? Zo, dat is een echt, hè? Luciano ziet een zweefvliegtuig. Ja, die hangt daar nu boven. Super vet. Zo, die hangt er mooi bij, hè? Kijk hoe mooi ik hem in de boom heb gevlogen. Ja, daar kom je net niet bij, hoor wel.
Ja, perfect. En ook nog heel? Ja, perfect, maat. Dankjewel, jongen. Hier, Knolpower heeft de eerste vliegminuten gemaakt. Vond je het vet? Ja? Dan mag ik ook. Ja, jij mag ook proberen. Hij doet het nog, dames en heren. Zo, dit waren echt mooie vliegminuten. Of nou, vliegminuut. Jij gaat proberen, hè? Komt-ie, Luciano vliegt. 1, 2. Ja! Ja, Luciano vliegt! Oh, mag ik? Oh, ja! 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 Oh, gecrashed! Hé, hey, geef een high five! Hey! Luciano is zieke pilot, hoor! Hey. Hij is 5 jaar, maar hij vliegt gewoon even als een ervaren piloot. Oh, is hij 4? Hij zegt de hele tijd al dat hij 5 is, man. Hij zegt niet toen hij 3 was ook. Laat nu maar los naar beneden. Goed zo, maat. Kom, gaan we weer hier neerzetten. Ja, dit is dik, hoor. Gruwelijk. Misschien wil jij ook even proberen straks. Ja, is goed. Nog geen eens 1 minuut. Kijk waar hij hem in vliegt. In de boom. Ja, nou, lekker, Rutger. Dat was geen vliegminuut, vliegseconde. Echt serieus, echt 1 seconde. Hey, kunnen we even realiseren dat deze kleine man van 4 beter vliegt dan deze man? Kijk, daar komt Shahid met de oplossing. Kijk eens even. Dit is wel weer echt top, hè? Kijk, hoppa. Anders dan geef hem eerst even aan Luciano. Laat hij even zien hoe je moet vliegen. Ja, kijk, heeft hij de controller. Je weet wat ik zei, hè? De linkerknop alleen maar vol ingedrukt houden. Hier, kijk dan. Meer vliegminuten dan Rutger. En ook niet in de boom. Ga jij het proberen? Oké, hier is de controller. Hij staat aan. De beste tip die je kan geven. Ik gooi hem wel voor je. Die linkerknop alleen maar vooruit. En die rechter is, ja, dit is gewoon naar links en rechts. Oké? Nou, daar gaat hij. Oké, vol gas geven, hè? De hele tijd vol gas geven. 1, 2... Oh! Oh! Crash! Een crash! Zo, die eerste vlucht van mij ging dan wel verbazingwekkend goed weer. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg. Ja, kijk hem! Kijk hem! Waar ga je heen? Waar ga je heen? Oh mijn god! Hé! Hey, Rutger! Waar is die? Hij komt weer! Rutger, joh! Ja, weet ik niet, bij de buren. Oké, doe maar. Vol gas. 1, 2. Kijk, en sturen. Naar rechts. Ja, maat. Kijk jou vliegen. Ja, sturen. Niet bij de buren. Nee. Gas, geef gas. Kom hierheen, gas. Oh. Land hier. Nee, niet op het dak. Nee. Naar links, andere kant. Ah. Hey, geef me de box, maat. Gruwelijk, beste vlucht van vandaag, man. Keihard. Nou, dan mag je wel naar binnen lopen en naar boven om op te halen. Ja. Je ziet het, hè? Je ziet het, the one and only. The one and only. Hier, ik land hem in Jesse's handen, let op. Ja. Jesse, kom op. Jesse, nee. Ah, kom op, man. Wel scherp blijven, hè? Ja, stond ik niet helemaal. Ja, deze voor jou, Jesse. Komt-ie. Vang hem. Hij komt nu. Komt-ie. Vang hem, Jesse! Vang hem! En kom op, man, Jesse! Scherp blijven, kijken! Target hem! 360 no-scope, pak hem! Kom op, Jesse! Juist. En nu een bocht en nu vangen. Vang hem! Jesse! Kom op, man! Wat is dit? Hij komt recht op jou! Ja, daarom! Dat was het hele probleem! Hij ging recht op hem af! Dit was perfect! Zo, weet je dat als je zeg maar je dodo voorbij ziet flitsen, al die oude beelden, dat gebeurt? Hoi! Vang hem! Ja! Ja! Yes! Vang hem! Let's go! Jesse, bij deze, je hebt hem verdiend. Alright. De afstandsbediening. Nu ga ik hem gooien en vangen, ja? Ja, is goed. Oké, we hebben hier dus 2 vliegtuigen. We hebben Knolpower en Angel. Deze zitten allebei op dezelfde frequentie. Geef eens gas, Jesse. Keihard. Oké, let's go. Vol gas. Kijk, vang hem. Kom. Wow. Hé, hey, die andere. Hey, kom hierheen. Ja, lekker, Jesse. Hey. Nee! En waar is die andere? Ja, die is helemaal daar. Oh, geen goed plan dit. 2 in 1 keer kwijt. Oké, dames en heren. Noël gaat voor de eerste keer zijn vlieguren maken. Hij gaat vliegen met Devil. Is wel al meteen een gevaarlijke stap, kan ik je vertellen.
Maar je gaat ervoor. Moet prioriteit. Hey, laten we vliegen. Ja. Zet hem op, hè. Hey, af, bro. Vol gas. Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Ja, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Kijk, wat een vlieguren. Bro, waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Waar ga je helemaal heen? Doe beter op de weg. Niet in de tuin. Doe op de weg. Oh my god, bro. Als je deze nog terughaalt, kijk hoe ver die is. Kijk dan. Hé, hey, die wind is sterk. Ja, doe naar de weg. Nee, dat is de verkeerde kant. Oh, ja, we zijn er kwijt, denk ik. Ik heb hem uitgezet. Gast. Nou, ik ben benieuwd of... Oh, hoe vloog die nog? Ja, het is bizar. Hij vloog nog, hè? Nou, ik zou zeggen, ga maar bij de weg kijken. Yo, tot zo, hè? Zo, dames en heren. We hebben even lekker gevlogen hier in de tuin. We hebben even lekker wat gegeten. Ik heb nog een lekkere gevulde koek die ik hier ga meenemen. Oh, gevulde koek. Ik denk van alle koeken, maar ik ben echt een koekie man. Wat ben jij? Een snoep. Snoepie man, hè? Candy. Ja, dat weet ik. Candyman. Ja, ik ben echt een koekie man. En ben je ook snoepie man? Nee, Shippy, sorry. Shippy. Shippievrouw. Shippievrouw, snoepieman en koekieman. En gevulde koek. Oh, vroeger vond ik altijd roze koek. Oh my god, ik heb wel eens echt 6 opgegeten achter elkaar. Oh, roze koeken. Nee bro, ik zat er echt gewoon lekker in mijn slaapkamer. Oké, okay, met z'n allen beantwoorden. Jullie moeten kiezen. Gevulde koek of roze koek? Roze. Zo. Zo, het zijn duidelijk, hè? Nou, ik heb lekker gevulde koeken. Doei. Jammer. Losers. Oh, we zijn zo schattig. Geen roze koeken voor jullie. Nee. Luciano staat de hele tijd erachter. Reffen, reffen, reffen. Ja, hij staat de hele tijd reffen. Nou goed, ik heb gevulde koeken, dus helaas. Nou, die gaan we even lekker smikkelen. We gaan naar een heel mooi plekje verderop, bij Soesduinen. Daar heb je echt zo'n super groot mooi stuk met allemaal zand. Ja. Dat is het. Zand. Even een vraagje. Heb jij een scheetje gelaten in de auto net? Nee. Nee? Weet je het zeker? Nou, ondertussen dat we bij mijn huis waren, hebben we die kleine fiets opgeladen. Dus het wordt wel echt super dik, hè? Hij gaat lopen crossen, die man. Kijk hem nou. Net Tony Hawk. Hé? Hey? Staat hij nu op zijn vol gas of niet? Even kijken hoor. Heb je nog een vol gas op dat ding? Ja, je hebt verschillende... Ja, ja. Verschillende standjes. Ik ga maar iets sneller zetten, ja. Hartje, nou, daar gaat hij. Oh! Hey! Dat dus. Oh my god. Op zich ging het nog goed, totdat Noël hem tegenhield. Maar dat was meer uit... Nee, hij viel nog niet. Nee. Schrik me dood. Ja. En ik deed eigenlijk... Wat is die ook? Zo, dit ding moeten we echt even niet zo hard laten gaan. Je moet hem even op zijn zachtste stand zetten. Hey, over die giftige spin gesproken. Wat heb je voor helm, joh? Ja, er zit gewoon een spin op je helm. Kijk, nou daar gaat hij weer. Hey maat, gaat hij goed? Kijk wat voor sick plekje dit is, mensen. Dit is echt heel, heel, heel erg nice. Kijk dan, daar gaat hij. Zo leert hij het wel, dat crossen. Zo, lekker zit in het zand. Zo, dit is mooi, hè? Kijk eens eventjes. Dit is echt gaaf. Kom op, Samantha. Hup, 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 hup. Ga je naar beneden rollen? Ja. Ja? Kijk hem. Nee, dat is kruipen. Oh, zo. Kop ommaken. Goed, wat gebeurt hier? Wat zijn jullie aan het doen? We gaan een kuil graven voor een ander. Lekker enkel liggen. Ja. Wie moet hierin dan? Luciano. Tot zijn nek. Ja, nu past het wel, denk ik. Ja, ja joh, makkie. Nee, wacht, doe maar, ga zitten. Nee, zitten. Heb je niks in je zitten? Zakken? Geen, nee. Wow, Luciano gewoon bijna helemaal weg. Aanstampen. Mond omhoog. Nee, niet omhoog. Mond dicht. Zo, Luciano weg. Nou, kom maar uit, meneer. Kom maar. Hey, ja. Dat is één. Kijk of het je lukt. Andere hand. Ja, oh, hoppa. Zo, is wel zwaar, hè? Je kan het, je kan het. Kan het, ja. Ja, bijna. Hij is zo zijn schoen kwijt hoor, hij heeft Yeezy's aan. Die blijven zitten, denk ik. Ja, één schoen is uit. What the fuck? Is hij weg? Wat vind je daar, Noël? Hey, Yeezy! Wow, wat een goede kleur. Ja, die mag gewoon de wasmachine. Wat ga je nu nog een gat graven? Zullen we een hele diepe, dan gaan we Enzo erin gooien? Ja. Ja! Blijf zitten. Kijk wat er op zijn rug zit. Wow, volgspin. Wat is dit ook alweer? Een springhaan of zo? Nou, ik weet niet wat het is. Ik weet het ook niet. We laten het, maar zo is natuur. Komt-ie, in het gat.
Ja. Wat heb je? Een bekertje. Huh? Wow, gewoon een bekertje. Kijk hoe diep die lag. Hier kan je dus mijn graven. Dit is je nieuwe schep. Oh, die shit. Dit is een nieuwe schep. Later. Nou, mooi gemaakt hoor, mannen. Ja, mooi hè? Ja, trots. Leuk, heel leuk. We vliegen nu en wij kunnen nu goed graven. Ja, ik ben benieuwd wat Enzo ervoor vindt. Kijk eens even, dames en heren. Zien jullie het? Oeh, maar Virginio kan ook vliegen hoor. Dit is echt sick. Dit is echt de perfecte locatie, dames en heren. Ik ben echt goed met consoles. Ja, ja, je bent echt een gamer, hè? Oké, gaan we precies hetzelfde doen, oké? Geef maar gas. 1, 2. Ja, kijk hem vliegen, die Virginio. Blijf gas geven. Zo! Wow! Lekker, Virginio. Kijk hem vliegen. En dan kom weer terug. Doe hem naar mij toe. Kijk dan! Zo, Virginio! Kijk hem vliegen! Hebben we deze kant op, Virginio? Zo, dit had ik niet verwacht trouwens. Kijk dan, wat een controle! Zo, mag ik even een dikke vette box houden? Wauw! Wat heb jij dat goed gedaan, zeg! Ongelooflijk! Nou, probeer hem nu maar. Dat is een volgende stap, zelf uit je handen te gooien. Maar je moet dus niet keihard gooien en, wacht even, Virginio, altijd tegen de wind ingooien. Waar komt de wind vandaan? Die kant. Dus gooi maar zachtjes die kant op. Vol gas en dan zachtjes gooien. Ja, kijk eens even. Perfect. En weer deze kant op. Kijk eens even hoe goed hij kan vliegen. Zo, Virginio. Pas je op mijn wenkbrauwen, jongen. Kijk hem vliegen weer. Hoe sick is dit, hé? Ongelooflijk, maat. Je kijkt hem lang vliegen dan. Zo, dit is heel sick. Zo, maat. Maat. Nou, geef maar weer een Gio, kan hij weer. Ja, echt super netjes hoor, Virginio. Alleen maar respect. Nou, laat jij maar zien. Niet te nonchalant, hè. We weten dat je het kan, maar even focus, hè, Gio. Dat was net even iets te snel. Nou, blijf me even een tijdje vol gas geven. Maakt niet uit als het vliegtuig ergens anders landt, als het me niet in de boom is. Kijk, dit gaat lekker, Gio. Kijk dan. Dit gaat lekker. Hoppa. Kijk hem vliegen. Hoppa, gek. En we proberen deze kant op. En gas los en gas geven. Gas, 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 gas. Oh, jammer. Ga erin. Ga erin. Aan de kant, aan de kant. Ga erin. Ga erin. Bijna. Ga erin. Zo. Ga erin. Ga erin. Ga erin. Jij moet erin. Ga hem dichtgooien. Mag dat? Nee. Wow. Luciano, kijk. Luciano, nee, Gio, pas op. Kijk. Luciano heeft er ook in gezeten. Wow, in een andere. Ja, gezeten. Kon je er niet meer uit? Maatje, zeg je, maatje. Kijk, wee, ga jij erin? Nee. Ja, wie wil erin? Dan gaan we het ingooien. Ik kan. Oh my god. Wil je erin? Tot je nek, hè? Met je hoofd boven de rand. Met je hoofd boven de rand. Ja, zo. Kies naar achterleunen, naar achterleunen, naar achterleunen. Achter. Ja, perfect. Nee, niet in zijn gezicht, niet in zijn gezicht. Zo, ben je bijna weg, Virginio. Ja, we gaan nu weg naar huis, ja, doei. Ik ben benieuwd of je er zelf uit kan komen. Sorry. Wow, kijk dan. Oh my god. Wow. Hey, Virginio. Wat? We hebben goed hoofd. Zijn lichaam is weg. Alleen... Ja, zo lijkt het. Wow. Kijk dan, kijk. Wat? Ga ze de kant in. Tietjes. Nice. Kan ik bij je landen? Ja, de. Ja? Ga ik hem bij je landen, ja? Ja, ik kan het niet tegenhouden nou. Komt ie, Virginio. Oh, jammer. Daar geland. Probeer er maar uit te komen. Ik ben benieuwd. Ga Luciano helpen. Virginio, kom op. Kom op, Virginio. Handen, kan je handen niet bewegen? Als je die eruit krijgt, krijg je die niet uit? Ja, kijk dan wie helpt. Help hem, Luciano. Help hem. Ja, hij moet eruit. Help hem, help hem. Jij bent de brandweerman. Je moet hem helpen. Ja, ja, ja. Jullie hebben hem gered. Ja. Ja! Ja! Nice! Zo, Virginio is er weer uit. Luciano. Nu wordt Luciano weer ingegraven. Sheet is echt een klein kind, hè? Die vindt het zo geweldig. Nou, we hebben weer lekker buiten gespeeld, hoor, met z'n allen. We hebben allemaal frisse neus. Kijk eens wat een frisse neus. Ongelooflijk. Lekker, hoor. Heerlijk frisse neus. Pikachu een frisse neus. Vind je hem vet? Keihard, bro. Dat kwam er zo niet gemeend uit. Hé, hey, kom op bro man. Dat was echt geen compliment dat je mij gaf. Dat was echt geen compliment.
Oké, okay, je mag gewoon zeggen als je het niet mooi vindt hoor. Ja, goed, we zijn thuis. En we zijn niet de enige, ja nu nog wel. Maar straks komt de hele reutemeteut, de hele bende weer erbij. Bende van ellende. We gaan hier met z'n allen eten, ook met heel familie Chirac. We hebben lasagne meegenomen. Zo, ja, ik ben meegeweest met boodschappen. Dus dan krijg je echt allemaal cookies. Dus ik heb echt heel veel koekjes gehad. Ik zal jullie een paar van mijn favorieten laten zien. Dit is sowieso echt mijn favoriet. Choco biscuit, ik dacht ik haalde meteen 3. Rijmt ook nog. Knoppers. Oh, custard cakejes. Zo lekker. Dan hebben we ook nog... Ja hoor. Kokoskransen. Ofzo, kokosmacronen. We hebben deze ook nog. Rijstwafel melkchocolade. We hebben deze dropsleutel. Hallo. Oh, hier nog meer. Chippies, appels. Ja, geen cookies verder. Oh ja, deze ook, nog. New Yorkers. Lekker hoor. Dus we gaan lekker alles eten. Ovenfrikandellen, lasagne, bami goreng. Frietjes voor in de oven. Lasagne van Aldi. Hoppa. Heerlijk wordt dit. Echt heerlijk. Het eten is klaar. Lasagne van Aldi samen met spinazie. Kijk eens even. Oh, dit is echt heel, heel erg lekker. Of niet dan? Dat mag je nooit doen. Dat wil ik nooit meer zien. Serieus niet. Niet meer doen. Niet aan je mes. Nee, oh, dit is... Wat er gebeurt hier allemaal? Ja, dat is laag. Oké, okay, goed. Nou, eet smakelijk in ieder geval. Het was liever. Papa Enzo. Oké, okay, nou, top. Eet smakelijk. Dankjewel voor het eten, schat. Eet smakelijk. En lekkere kippetjes erbij. Jij hebt al patatje op, hè? Lekker man, we gaan even lekker smikkelen. Zo dames en heren, dat was de vlog voor vandaag. Helaas ben ik de afstandsbediening serieus vergeten van de drone. Dus ik had alles in mijn tas behalve de afstandsbediening. Super dom, dus vandaar dat er verder geen drone shots waren. Maar ik heb echt genoten van vandaag. Hopelijk jullie ook allemaal. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.